Na de sterren komen we terug met een weerbericht. Nu de reclameboodschappen. Dit jaar nog 42 gratis nieuwe Lane-shirts op te halen. Probeer ook eens onze barbecue zonder sauzen. De pure smaak van verkoold vlees. Zonder schermen gaarder dan de schuilende rokers. Klapwekers, nu bestellen. Volgend jaar nog niet geleverd. Prijzenkast bouwen. Nu doe het zelf pakket met duct tape. Milieubewust, douchekoud. Schepen Weka Mini. 3 gekleurde ballen voor een kwartje. O oh jee. En dan nu het weerbericht. Tot slot. KNMI verwacht dit jaar minimale neerslag. Voor een extreem lage waterstand op de waterwegen wordt dan ook gevreesd. De KNMB stelt daarom voor alle wedstrijden om te zetten in roei-ergometerwedstrijden. En de Amstel overweegt haar vloot te verkopen en het clubhuis op te bouwen tot roeifitnesscentrum. In een van de loodsen zal een roeibak worden gebouwd om toch nog een contact met het water te kunnen bouwen. De voorzitter ziet grote voordelen. Alle commissarissen in het gebouw kunnen worden afgeschaft en vervangen door één voor onderhoud en apparatuur. Instructie wordt overbodig. Leden mogen hun eigen roeiergometerstijl ontwikkelen. En volgens de heer Koopman sluit het goed aan bij wat er de laatste jaren op het water ook al zichtbaar was. De kosten voor douchen zullen in verband met het tekort aan drinkwater waarschijnlijk uit de hand gaan lopen met overweegt over te gaan tot het plaatsen van geldautomaten. Voor 1 euro 1 minuut douchen, de temperatuur van het water is niet instelbaar en kan variëren van 0 tot 60 graden. Volgens de heer Koopman zorgt dit verrassingselement voor een sterke afname van de animo om nog op de druk te douchen. De golven even verder in die zonneband, langs de fietsers aan de kant, zien ze al voor verder komen en nog urenlang te dromen de perfecte haal. Nauwelijks een reden van bestaan. Alleen naar buiten in de boot, al vis je in de winter dood. Een nieuwe dag begint, dus tijd om weer te gaan. Ik nauwelijks een reden van bestaan.